De focus van jouw voorstelling ligt op de volgeling en niet zozeer op het onderzoek naar wat Jezus precies gedaan heeft. Niet als wij in principe, nee. Je ontkomt er niet aan. Hè? Dat is, je hebt ook gemerkt tijdens het repeteren dat de rol van Jezus die door David wordt gespeeld toch groter is dan je denkt als je leest. En ook groter dan ik dacht toen we het aan het construeren waren. Want we hebben echt gezegd, nou, we moeten hem een klein beetje steeds eigenlijk meer op de achtergrond hebben. Je ziet hem daar iets doen wat we kennen uit de Bijbel. Maar onze camera draait naar, en wat vindt Petrus daar dan van terwijl hij staat te kijken? En wat vindt Judas daar dan van? En wat vindt die daarvan en die? En is dat altijd eensgezind geweest? Dat lijkt me sterk. Herken jij dat fenomeen van het omgaan met het materiaal, de vrijheid die je zoekt, een bepaalde weg die je kiest? Ja, mijn bewerking, dat gaat wel, is het maar zo fantastisch in dat van met mij, dat zijn weer praten, dat oplossen, dat het ons moet keuzes maken. Ja, dus er is een Adam en Eva, die laat ik geboren worden. En dan bijvoorbeeld de twee kinderen die het blijkbaar niet goed elkaar kunnen vinden. Dat is gewoon eigenlijk de dikke scène. Waarom de een de ander vermoord, staat niet goed genoeg uitgelegd in de Bijbel. Dus dat doen wij dan. Dus mijn voorstelling is geïnspireerd op, bevat de grote thema's. Dus dit was deel 1, deel 2 is Abraham. Dus de drie aartsvaders zitten er vervolgens in. En dat eindigt bij Jozef, zoals gezegd, in als onderkoning in Egypte. De rode draad in de voorstelling, iemand vanuit zijn perspectief wordt het verteld, is Jacob. Dat is dus een van de aartsvaders. Dat is wij het meest menselijk. Hoe bedoel je, die vinden wij het meest menselijk? Als ik een persoon zie die dus meest twijfelt, meest filosofisch is, en dat hebben wij ook aangedikt, dan is Jozef degene die durft minst dogmatisch is. En zijn positie steeds durft te benoemen. Ik herinner mij in het voorafgaande traject dat de gesprekken ook heel veel gingen over de confrontatie van het menselijke, wat is het menselijke aspect van de dingen die gebeuren in het Nieuwe Testament? En hoe gaan we dat verhouden ten aanzien van wonderen die Jezus verricht? Dat was ook een heel groot punt. We hebben uiteindelijk toch besloten om dat helemaal te negeren. In de zin van, laten we zeggen, over water lopen of van zoveel vissen, veel fouten maken. Dat zijn dingen, ja, het vervelende was dat het allemaal hele tektale dingen zijn. Dus ik heb nog heel mijn best gedaan om het in te krijgen. Ja, zo. Ja, daar laat je echt lopen. Dat is zo gesneuveld. Een klein bakje met water. En dat, en dat heeft te maken dat we toch inderdaad de mens, daarom heet het misschien de mens. Wat hou je over als je dat allemaal. Daar hou je nog heel veel over namelijk. En wat ook een wonder is, is je angst overwinnen. Dat vind ik ook een wonder. Dus als je bij ons bijvoorbeeld is zijn eerste grote wonder, is dat hij op een bezeten meisje afloopt die met een mes staat te zwaaien. En waar alle anderen weg. Sinds we gaan wegrennen van dat mes, loopt hij er juist naartoe. En ze laat het mes vallen en hij troost haar. En dat is een wonder, in feite. In hele kleine zin. Waardoor die mens blijft, want het wordt moeilijker op het moment dat je boven natuurlijke dingen laat doen. Dan kom je of eigenlijk in de ironische hoek, dan ga je er of een geintje mee maken, hoe mooi je het ook kunt. Teletraliseren, of je gaat het juist presenteren als inderdaad een wonder. Het is heel moeilijk om daar een tussen te doen. Je gelooft dat of je gelooft dat niet.